Oh,
En maak je kijkers precies op tijd. Yeah.
Maar hij rijdt dan wel naar boven. Ik heb nog niet een beetje Thomas, gefeliciteerd. Ja, dankjewel, Leo. Kijk, dat bord gaat al om. Ja, vorige week hebben we al van je genoten, want ja, dat doelpunt, daar is niet al te veel over gezegd, maar als je dat goed bekijkt, in je loop, ja, nog even die schade tussendoor. Dat was zeker een lekker goaltje en ik ben blij dat ik vandaag ook mijn goaltje mee heb kunnen pikken. Ja. Binnen, dus dat is mooi. En dan vandaag, hè? Want ja, je flikt het weer. Ja, het is toch weer gelukt. Vertel eens even, hoe ging die? Ja, ik kreeg de bal ongeveer op de rand van de 16, aan de zijkant. En toen, ik sleepte hem onder mijn voet door en toen stond ik ineens 1-1. Toen kon ik hem er langs schuiven. Dus dat was lekker. Ja, je had het al een paar keer geprobeerd, hè? Maar ja, kwam net niet uit. Ja, je weet, dat kan gebeuren, maar zolang die er daarna in gaat, dan is het helemaal goed, toch? Ja. Nou, prachtige overwinning. Het was wel... ja, ook voor de toeschouwers een leuke pot om te zien, hè? Want het kon alle kanten op. Ja, zeker. Henneboog zat kans gehad natuurlijk. Joey heeft een paar hele belangrijke reddingen gemaakt. Moet je ook niet vergeten. En ja, al met al wel een verdiende overwinning, denk ik. Ja, onwaarschijnlijke reddingen, hè, op het end, hè? Uit dat hoekje. Ja, zeker. Ik zag hem er zo invliegen, maar hij pakte hem aardig. Ja. Heel goed. Nou, ga lekker genieten, joh. Ja, gefeliciteerd. Goed, dankjewel. En doe je vriendin de groeten. Ja, Joey. Gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel. En gefeliciteerd met het worden van Man of the Match. Ja, dankjewel. Je penalty die haalde je lekker uit. Ging niet slecht. Hoe vond je het zelf? Ja, toen op een gegeven moment toen ik die pingel pakte en daarna 1-1. Waardoor je eigenlijk je ploeg op 1-0 houdt, maak je zelf de 1-1. Toen zei ik al, zei tegen Piet Overduin voor in de rusthal, ik zei deze gaan we niet meer verliezen. Ik ga zorgen dat wij deze wedstrijd gaan winnen. En je hebt het gezien. Dat was klasse. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Eens, dankjewel. Gaat goed komen. Ik begin helemaal aan het eind van die wedstrijd. Ja. Wat een onwaarschijnlijke redding had je, man. Dankjewel. Ja, ik zei het vorige week al natuurlijk, van zit er lekker in. Vorige week is eigenlijk een zakelijke overwinning. Vandaag kwam het echt puur op individueel uit. En ik denk dat ik echt een fantastische wedstrijd gespeeld heb inderdaad. En daar hoort ook inderdaad die redding in de laatste minuut hoort daarbij. Ja, het was een redding. En even daarvoor die bal onderkant lat. Ja, die raakte ik nog net met mijn voet aan, waardoor die bal omhoog kwam inderdaad tegen het latje aan. Ja, dat is dan het geluk wat je moet hebben, denk ik. Weet je, een penalty die je gewoon pakt. Ik vond hem ook niet heel goed ingeschoten, maar toch, weet je. Je pakt hem inderdaad en daar gaat het uiteindelijk om. En die 1-1 hetzelfde verhaal, weet je. Ik kwam goed uit, ik stond goed, ik kon er goed tussen komen. Ja, en dan onderscheid je op dat moment gewoon prima. Ja, want er was nog wel discussie op het tent of wij een penalty met Jeff van der Meer. Want ja, misschien in de ogen van de scheidsrechter was het een mooie duik, maar het was volgens mij wel een penalty. Ik moet ook twijfel hoor, ik weet het niet. Weet je, dat is, ik kwam uiteindelijk van de eerste paal vandaan, dus ik kon het niet heel goed zien. Nou ja, ik begon aan het eind bijna aan het begin, hè, want de HVC-10 kwam verschrikkelijk goed uit de startblokken. Ja, zeker. Het verbaasde mij ook inderdaad. Ik had eigenlijk verwacht dat ze een beetje eigenlijk de kat uit de boom zouden kijken, maar dat nee, totaal niet. Gewoon vol druk erop zitten, weet je, knallen. Wat wij op een gegeven moment eigenlijk een tweede gedeelte van de eerste helft overnamen. Ja, daar komt ook die goal uiteindelijk uit. Ja, dat geeft je dan kracht naar je tweede helft toe. Ja, dan maak je Thomas in principe een individuele fantastische goal weer, zoals hij hem vorige week ook maakte. Twee man passeren en in het lange hoekje binnenschuiven. Ja, gewoon een super goal. Ja, en dan win je met 2 en 2 gespeeld 6 punten.
Nou, laten we hiermee afsluiten, want ik denk dat daar binnen nog wat... Dan gaan we even een feestje vieren, inderdaad. Nou, gefeliciteerd met Man of the Match. Super. En op naar volgende week. Is goed, ik ga je zien. Hoi, hoi. Ja, allereerst gefeliciteerd. Je was ook, je hebt hoofdsponsor, maar ook nog balsponsor vandaag. Balsponsor, hoofdsponsor, ik ben eigenlijk biersponsor. Ik ben vandaag alles geweest vandaag. Maar hoe trots ben je nu? Ja, heel trots. Vertel eens over de wedstrijd. Vooral tegen HVC ben ik altijd, een klein beetje HVC geef ik altijd een wedstrijdbal, ook thuis met HVC. Dus ergens leg het wel in me opgesloten, maar ik zeg altijd, jongen van HVC moet je nooit verliezen. Probeer eens een keer te winnen. En thuis winnen we dan, maar uit is altijd hopeloos. En ik denk dit seizoen nog een keer thuis gaan winnen van HVC. Uit dan. Ja. Nou, in ieder geval een hele spannende wedstrijd. Ook voor het publiek was het heel leuk om te zien allemaal. Ja, het was de jongens gingen behoorlijk in en ze lieten zich eigenlijk niet aftroepen. En wat, dat moet je tegen HVC. HVC die bikkelt. Op wat wij vroeger met de veteranen deden. Maar dat doet HWC ook. En daar moet je tegen kunnen. En vandaag deze die jongens het. Ze lieten het eigenlijk niet inpakken door bepaalde personen. Een klein beetje de Henk Groen mentaliteit, denk ik. Ja, dat heb ik voor de wedstrijd. Jongens, gooi de beuk er dan ook in. Ja, ja. Je hoeft iemand niet dood te schoppen, maar je kan ook, wij spreken wat HWC, dat kun jij ook doen. Ja. Nou Henk, in ieder geval gefeliciteerd. Daar sluiten we mee af. Bedankt Leo. Ik vind het hartstikke leuk om tot weer te zien. En te volgen. Oké, nou Henk, bedankt joh. Ja, oké. Gefeliciteerd. Ja, goedje. Okay.